druk bij het startschip en één boot paste er niet tussen, dus die voer een half door het startschip heen en raakte een andere boot. Uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen volgens mij. Dus. Wij lagen alleen dwars op de lijn, dus we hadden wat minder zicht. Maar voor de rest was het een mooie start. Ja, het is nog niet zeker dat we heen staan. We hebben bij de start een fout gemaakt. En het kan zijn dat mensen een protest indienen en dan trekken we ons vrijwillig uit die race terug. En dat betekent waarschijnlijk dan ergens in de middenmoot heen. We horen het, maar we hebben het niet gezien, omdat wij lagen veel hoger de eerste start. Dus nee. Ik denk dat degene moet doen die de worst had. Ja. Wij hebben het absoluut niet even als outsider. Jij zegt van, eigenlijk zou ik maar moeten terugtrekken dan zoiets. Wat denk jij dan? Nou kijk, ik vind terugtrekken vind ik wel een hele zware sanctie. Maar... terug uit race 1. Gefeliciteerd. Hij komt natuurlijk. Hebben jullie straf genomen, maar te laat? Kom nou maar, Jopie. Buiten dat. Trek zo. En nog een indringstart. Ja. Indringstart. Klassieke indringstart. Echt waar? Ja. Oh. Met een botsing erbij. Volledig mijn fout. De jongens zijn zo vrij van schuld. Die kunnen hun handen wassen. Ik voelde geen zware botsing, het was boord. Boord en scheetje.